Dit zijn de juniores, dames en heren, met een vrij mooie internationale bezetting. Het is de derde manche in de Velter Trofee Vlaanderen. We kijken naar Lubomir Petrus, dat is de Europese kampioen. Hij werd Europese kampioen in Hitnau. En de man die het dichtst volgt is Stef Boden. Die komt uit de Kempen. Komt erop aan in het open stuk wat in het zocht te blijven om wat beschutting te vinden voor de wind. De wind blaast ook op dit stuk pal in het nadeel, dus blijft de Boden even plakken. En dan gaat hij op zijn stroken waar hij vliegt even demareren. Hij zet Petrus op achterstand, maar dat is een kanjer die knokt terug. Al heeft hij met zand niks van doen. Dit is gesukkel. Maar Petrus knokt zich weer naar voren, komt aansluiten bij Stef Boden. Maar dit is de beslissing. In de allerlaatste ronde gaat hij een tussensprintje plaatsen, een klein neisje doen en dan wint hij. Mooi, Stef Boden. En dan staan de halve Kempen op straat met de patron Herreigers op kop. Petrus is tweede, Marek Konvar is een Pool, die is derde. Adel, dat is een andere Tsjech, is vierde. Van Kersbulk is vijfde. En dit is het moment waarop Lubomir Petrus zich bezeert, even door de enkel gaat. Dit is de sprint voor de vierde plaats. Adel, dus zoals ik zei, voor Van Kersbulk. Eens even kijken naar het podium. Gelukkig de man in het midden, Stef Boden. En hier is de winnaar bij de belofte, Julien Taramarkas. Zilver in St. Wendel op het WK, toen bij de juniores na Malacarne. Hier bij de belofte dus baas. Hij wint voor Tom Meeuwse uit Essen. Meeuwse vorige week nog tweede in Hasselt. Een winnaar op de Koppenberg. Hij vond dat het goed was. Dan Maxime de Busseren, knap derde. En Kenneth van Kompernolle, vierde. Bart Verschuren wordt vijfde. Kevin Kant, zesde. In het midden de sterke bonk uit Zwitserland, Julien Taramarkas. Van sterke bonken gesproken. Dit is ook een bonk. Hè? Het is wel een madame, Catherine Compton. Maar ook zij komt in het zand niet echt ver. Catherine Compton won vorige week in Gaveren en reed daar iedereen naar huis. Maar hier in het zand komt ze zichzelf oh zo vaak tegen. Zelfs bergaf komt ze geen poot vooruit. Ook Wyman. Sukkelend. Dan doet Salveta, de dokteres uit Kasteren, het toch wel wat beter. En Daphne van den Brand die komt na een matige start helemaal naar voren en gaat de tweede helft van de cross in de juiste plooi leggen. Van den Brand en de Salveta blijven een hele poos aan elkaar gewaagd. Maar toch zie je dat Daphne iets dichter bij de grond komt en dus vlugger van haar fiets is. En dan op de pijnlijke, de zware momenten toch meer en meer afstand begint te nemen. En ze wint hem en is daar dol blij mee. Daphne van den Brand, het meisje met de vlechtjes uit de dungen. Compton is toch nog tweede, die komt op en over Salveta. Reza Hormes is vierde, Wyman vijfde, Pool zesde en Sandekant, eerste Belgische, zevende. Denk ik. Ik tip toch weer op dezelfde renners, dus dan spreek ik. Ja, we kunnen niet anders dan Nijs Welles. Misschien Bomen, dat wil ik zien of hij door het zand kan rijden. Ik zou het alvast wel willen dat hij dat ook kon. De knecht heeft zijn start gemist en moet helemaal achteraan een gat en een valpartij. Oeh, en dat is een serieuze smak. Franzoi. Een serieuze smaak. De Italiaanse kampioen. Dan komt hij hier toch nog eens mee crossen in een wereldbeker. En zit daar al in de eerste de beste rechte lijn op zijn gat. En heeft zich pijn gedaan. Jawel. Straks bij Liquigas en nu tegen de grond. Ja, voorwiel. Ook Nijland. Kijken naar de knecht links. Ja, die trapt er helemaal naast. Gerben de knecht. Hij trapt door. Dan gaan we Franzoi misschien. Maar ja, ondertussen zitten ze al serieus in het veld. En daar is het nu. En daar gebeurt het. Ja, daar ligt hij al. Knaas. Ze zijn nog niet ver weg, maar ze rijden daar toch al tegen de 30 per uur. Moet er niet aan twijfelen. Dat komt hard aan, zoiets. En ik zie dat ook Nijs zijn start helemaal gemist heeft. Boom. Boom daarentegen niet. Die is weg met Simone. Ik had dat niet mogen zeggen. In tweede positie dan van Tornout. En dan even kijken waar de anderen zitten. Bart Welles in de zesde, zevende positie. Aan het wiel van Zander. Ik zie ook Arnoud. En Nijs, waar is Nijs? Ik denk 18e, 19e Renat. Ja, en ondertussen voert Lars Boom de forsing op weg naar de eerste grote hoge duin. Zeg maar. Hij heeft al een onmiddellijke voorsprong van een meter of 10 op Radomir Simonek. Dan van Tornout in derde positie. Dan daar ook nog Welles in vijfde positie. Dan zien we van Tournout zesde, Ausbuher zevende, Vervecke achtste, Pauwels negende, Arnouds op dit moment tiende, dan Stibar en dan Groenendaal. En hier nu Nijs in een positie 13, 14 op 20 seconden.
Ja, je zag hem daar in de achtergrond een inhaalbeweging doen. Maar zag je die hele lange halen van Boom, die is al de pijp uit. Ja, ook al is het nu wel niet een aangewezen moment om echt voluit te gaan. Je kunt voluit gaan, omdat de beste renners niet mee zijn. Maar het parcours heeft hier zo lang stilgelegen. Boom moet overal terug nieuwe sporen gaan trekken. Dat gaat hem heel veel krachten kosten. Maar hij kan niet terug. Dus ja, Nijs heeft de start gemist. Wel eens ook een klein stukje. Hij moet geven nu. Het parcours lag stil. Ook dat is hogere zandkunde. Boom maakt er werk van. Van Tornhout wil dat niet laten gebeuren. Simonek is een plaats naar achteren geschoven. Wel eens zie ik hier vandaag heel hoog mikken. Verwekke moet dat ook stilaan gaan doen. Om die trui toch wel een beetje in vetjes te zetten. En Nijs is aan het wiel van Groenendaal wat te blijven plakken. Daar komt hij. Ja, zit dus enorm ver nog Sven Nijs nu. Zal serieus moeten stunten om vooraan post te vatten. Dus dat gaat rondes en rondes duren eer hij daarin zal lukken. Dit is een strook die dik tegenvalt. Hè. Je ziet het, het loopt voor geen meter. Het loopt altijd gestaag bergop. Er zit ook nog een opkantje in het midden. Ik heb hier vrouwen zien sukkelen dat het niet om aan te zien was. Pauwels is toch weer goed mee. Stibar schuift naar voren. We hadden niet echt een weet van wat Stibar in het zand waard was. En hier komt nu Nijs nog altijd aan het spoor van Groenendaal. Ga eindelijk een paar renners remonteren. Dus ja, nog niet. Blijft nog altijd zitten in het wiel van Richard Groenendaal. Wordt daar opgehouden. Hè? Ook onder meer door Malte Urban. Dat is een van de vier Duitsers die er aan de start gekomen zijn. Kan er nu... Franzoy hier. Die druipt af. Ja, dat is zwaar gehavend. Hè? Dus de manier waarop hij viel... Laten we hopen dat het toch nog een beetje meevalt. Boom. Dat is mooi. Boom is een van de winnaars tot dusver al in de wereldbeker. Dat was de beste voor eigen volk in Pijnacker. En Van Tornhout die is toch wel aan een bijzonder knap seizoen bezig. Hoor. En dan zien we Simonek, dat is Tsaander, ook vorig jaar al heel goed in deze cross. Dan zien we Welles, dat moet Van Tornhout zijn. Dan Vervekke, hier Pauwels met de Stibar. Dan Arnaud, ook altijd goed. En Nijs komt haar nu aan. Ja, ja dichtbij Heulen zit hij. Ja. Alweer een paar man voorbij, maar het is ook nodig. Dus gebruik maar elk moment als het kan om een paar renners te passeren. Want ja, het is niet overal even breed hier op het parcours in Kokzijde. Dus profiteren als de kans zich voordoet. Is naar boven rijden hier uitgesloten? In principe wel. Dus ik denk niet dat iemand gaat forceren. Straks krijgen we nog wel een duintje. En daar zal toch wel het verschil kunnen gemaakt worden. Ik vermoed dat er daar een paar gaan proberen van omhoog te rijden. Al is dat misschien toch wel aangewezen van de we zien hier Nijs. In de finale. Oh nee, ook. Ja. Wel bijzonder vlot. Hij komt daar nu aan het wiel van Klaucek, de Tsjech. En we gaan naar de naad. Ja, dat zullen we misschien meteen te zien krijgen. Nog altijd Boom die de forcing voert op weg naar de materiaalzone. Kleine voorsprong, seconde of twee op Van Tornhout. Dan Simonek op 3 seconden. Tsaander op dit moment nog altijd 4e op 5 seconden. Dan Welles 6e met Sven van Toerenhout 7e. Vervekke op dit moment 8e. Kevin Pauwels 9e, dat is al op 12 seconden. Stibar 10e op 14 seconden. Arnouds 11e, dan Heule op 17 seconden is 13e. Ausboer 14, 15. En hier nu Sven Nijs 16e op 23 seconden. Dus hij verliest eigenlijk terrein tegenover daarnet. 23 seconden, de ervaring leert dat op de Kokzijdegrond beter toch al een heleboel is. Ja, maar het wil niks zeggen. Dus 23 seconden, daarnet waren er 20. En dat hij maar 3 seconden verspeelt, dat is eigenlijk al een klein wonder. Dus, want hij moet aanhoudende in zijn remmen gaan. Hij wordt opgehouden door eigenlijk ja, tweede klasser, derde klasser voor het moment. Mm-hmm. Het is zijn eigen fout, hij blijft plakken. In de start. We weten niet wat er echt gebeurd is met Sven Nijs. Dus ja, het zekere voor het onzekere nemen, denk ik. Je mag dan wel risico's pakken, maar geen overbodige risico's. Je hoeft er niet tegen de grond te gaan, want dan is alles voorbij. Ten slotte zitten we nog altijd wel in een wereldbekerkoers rond te rijden. Hier. Van Tornhout is bij Boom gekomen. Tsaander, dus bijzonder knap. Dat was een mooi stuk. Hier zou het dus wel kunnen dat ze boven gaan rijden. En ik dacht dat Bart wel eens heel veel moeite aan het doen was om daar boven te raken. Het zijn er hier al eens een keertje winnaar bij de belofte. En hier komt nu Nijs. Ja, hier zou het dus kunnen. Hou in de ogen. Bij de jeugd absoluut niemand bovengereden. Sven Nijs een paar meters te kort, maar dat komt goed. En is het aangewezen om daar blijven te rijden? Want ik zag die lopers toch net even ver komen. Ja, nee. Die lopers die hebben niet meegemaakt. Dit kost veel kracht daar omhoog lopen. Als je kunt rijden, chapeau. Je gaat er echt voordeel uit boeken.
Nee, hij is dus aan een inhaaljacht bezig. En dan hier zo meteen bij de eerste passage aan de streep eens even schatten wat er nog van die 23 seconden overblijft. Of is die voorsprong van deze nog een beetje groter geworden op de grote meneer die daar nu uit de bocht komt? We gaan hier klokken. Hier komen Boom en Van Tornhout. Einde van de eerste ronde. Van Tornhout die ziet, oh, ik ben weg van mijn kopmannen in principe. Maar hoeft hij daar nog naar te kijken als hij straks vertrekt? Hij is nu zelf kopman. Hier komt Vervecke met een groepje met ook Welles. Schimmelink die omkijkt. Van Tornhout die nog goed meegaat. Nu al 15 seconden voorbij. Hier zien we Arnouts met Stibar en Pauwels. En hier komt nu Nijs. Het waren er 23. 21 maar. Met in het vizier, dus Nijs heeft ze helemaal terug in de gaten gekregen. Deze moeten te pakken zijn. Ja. Dat gaat allemaal nog in orde komen. Hij heeft ook een klein tikkeltje geluk. Vooraan is alles samengekomen. De koers is niet helemaal opengebroken. Hij heeft nog kans om terug te komen. Je zag op dat lange stuk dat hotsen en botsen. En dan komen we bij de bandenspanning. De blauwe, dus ik moet er een lap op geven. Ja, juist een moment. Knap gedaan van Bart, moet je zeggen. In de wind, dus, hè? Ja, hij heeft geen andere keuze. Dus hij, als hij echt vandaag van Nijs vanaf wil, moeten ze hem proberen het leven zuur te maken. En dat kan alleen op deze manier. Het staat in de tussenstand, mocht hij dat zo bijhouden. 9-2 voor Nijs tot dusver in dit seizoen. Wel eens heeft er 2 gewonnen. Hè. Maar het crossen is aan het evolueren naar veel meer dan een duel Nijs-Welles. Er is een soort van nivellering. Die jongsters die komen echt druk doen en goed opzetten. 6.47, dat is 11 seconden trager dan ronde 1. Ronde 2, wel eens op kop. In dat groepje daarachter is even piepen of Nijs er al opgeschoven is. Bart wel eens weer heel ver naar het duin. Zo staat dat ook in Van Dalen. Het mag ook de duin, maar het krijgt de voorkeur. Nijs blijft daar aan het wiel van Groenendaal. Ja, geen verstandige keuze van Sven Nijs. Had deze jongens allemaal kunnen oprollen. Dus zat mooi in het wiel richting finish. Heeft gekozen. Van Tornhout. Is dat nu van vermoeidheid? Nee, toch? Ja, dat is iets te kort op het wiel. En ja, het is meer panikeren dan... je kunt ook vallen van schrik natuurlijk. Ook huilen een beetje sukkelachtig. Arnouts, ja, die doet dat graag, dat zie je. Licht gebouwd, die zweeft als het ware boven die zandbultjes. Ook Nijs doet dat met flair. Nog eens kijken, Paul. Ja, hij zit er helemaal niet te kort op. Dus geraakt gewoon uit het spoor. Hè. Dus als hij alles op zijn achterwiel zou zetten, zou hij niet gevallen zijn. En er kan nog aan geschaafd worden. En allemaal goed ook, het is ook nodig van nog te verbeteren. Is wel eens de pijp uit? Ik denk dat wel eens de pijp uit is. Ja, hier is hem. Voilà. Hij heeft een meter of 20, 25, 30 al. En die van Fidea, die gaat natuurlijk niks doen. Maar er komt er toch wel eentje. Dat moet Boom zijn, hè? Voilà, daar is Lars Boom. Wel eens een Boom, de kampioen van de Lage Landen Renaat. Ton, het is niet veel, maar het is een begin. Ja. We hoorden niet alles wat je zei, maar het was in elk geval goed bedoeld, dat hoorde ik. Hier komt nu Vervecke en dan Van Tornhout. De mannen die in de fout gingen, die moeten nu ook aan een inhaaljacht beginnen. Daardoor de Fideas stevig gedecimeerd voorin. Sven Van Tornhout is nu al bewonderenswaardig dat hij hier nog zit, maar kan dat mijns inziens niet een hele cross uithouden. Dus, wel eens Boom alweer? Ja, maar hij is toch bezig. Hè? Sven Van Tornhout, ik verschiet ervan, ik schrik ervan. Hij rijdt geweldig goed vandaag. En hier komt nu Arnouts met Saner en dan de andere Zwitser Heulen en Nijs en Renaat. Ja, ondertussen is Bart wel eens bijna bij de balkjes. De balkjes die hij uiteraard al lopend neemt. Nu trippelt hij erover in zijn bekende stijl zo snel mogelijk. En dan Boom nog altijd op een handvol seconden. Wel eens nu op weg naar de steilste duin, de nieuwe duin zeg maar. Hier gaat hij van de fiets. Het is een prachtig beeld als je hier staat, die fiets op de schouder. En Boom die nu probeert in één druk daar naartoe te rijden. Heel knap nummer, heel mooi en hij is erbij. Ze zitten weer in elkaar spoor. Morgen alweer een zandcross in Gieten. Ook dat kan misschien wel een beetje meespelen. Hè? Start missen en dan voelen, het is niet echt super. Laten we het maar varen. Ja, het blijft duren. Dus hij is nog totaal niet in beeld hier. De twee die tegen de vlakte gingen. En daar de andere zandstuivers. Hij is nu in de zevende positie. Zit daar aan het wiel van Bart Arnouts. Misschien is het handig bekeken van Nijs dat hij voor dit stuk nog even aan het wiel van Arnouts kan blijven. Want hier blaast de wind dus pal op kop. Hij zit er dik in dat hij nog in de materiaalpost moet, want zijn rechter
Zijn rechtervleugel gaat helemaal in het zand. Zijn schakelsysteem. En het zou wel eens kunnen dat dat kleine problemen gaat opleveren. Vanwege zand dat samenklit met olie? Ja, dat zeker. Dat is olie, een beetje vet eraan. Als daar zand aan komt, dat zijn toch wel vaak problemen. Renat. Ondertussen rijden Welles en Van Toerenhout rond met een kleine voorsprong op Lars Boom. Dat is 5 seconden en Boom die krijgt daar nu Vervecke en Van Toerenhout in zijn wiel. Dus een duo tegen een trio en dan is het lang wachten, heel lang wachten tot de nummer 1 op de wereldranglijst eraan komt. Hij komt nu achter de hoek naar de nieuwe Lus. Hij zit al achter Groenendaal, achter Arnouts. In dat spoor zit hij op toch weer die 23 seconden. Daar komt hij toch, met zijn oude makker. Ja, dan kun je de vraag stellen, zijn dat ooit makkers geweest? Het lijkt erop dat ze nu meer makkers zijn dan vroeger. Renat. Ze zijn weg aan het rijden, de twee. Ze zijn de kloof aan het uitbouwen, Welles en Van Toerenhout. De rest nu pas op de brug en dan komen hier nu voor mijn neus de twee leiders voorbij. Welles en Van Toerenhout, het gaat gezwind. Die twee, Van Toerenhout staat heel dicht bij een evenaring van zijn prestatie vorig jaar. Toen op het podium geëindigd, misschien kan hij zelfs beter doen. Hier komen de achtervolgers, Boom op dit moment op 11 seconden met Vervecke en Van Toerenhout. Tussenconclusie, Welles stukken beter dan in Gaveren. Daar was hij al goed, maar zeker niet goed genoeg. En gaat dat ook grif toe. En nu eens even kijken, want Van Toerenhout lijkt me toch wel een klein beetje te plooien nu, Renat. Ja, klein beetje plooien, nog niet helemaal breken, maar wel eens. Dat is zo'n vechtjas dat hij denkt van ik rij er nu af, dan ben ik er vanaf. Dan speel ik solo slim. Ja, maar hij kan het niet verdragen dat er eigenlijk iemand in zijn wiel zit. Maar dit zijn echt krachten, dat kost krachten. Die gaat hem misschien zeg ik tussen haakjes, straks tekort komen. Belangrijk wat hier nu aan het gebeuren is. Groenendaal sleurt. Nijs gaat nu toch wel eens overpakken. Gaat hier nu bij het groepje met Boom komen. Dan krijg je hier 1-2 mannen van de Rabobank. Misschien kan Arnouts nog terugsluiten, maar ik heb daar mijn twijfels bij. En dan krijg je hier een blok van Rabo om jacht te maken. Dat zal moeten gebeuren ook. Dus, want het is niet alleen een kwestie van techniek, maar ook van kracht, hoor. Knap gedaan van Sven van Toerenhout. Twijfelde een seconde van hier gaat iets gebeuren met mij. Rap springen, niet twijfelen, onmiddellijk beginnen lopen. Kijk, dit is de strook waar Nijs altijd wil van profiteren om dichterbij te sluipen. En hij doet dat ook nu. Ja. Je moet wel opletten dat hij zich daar niet vastrijdt. Daar dreigt een opstopping, Renat. Ja, een kwaad momentje voor Sven van Toerenhout die bijna bij Bart Welles zat, maar dan op de top de Belgische kampioen moet laten rijden. Verschil in de afdaling op dit moment 5 seconden. En dan daarachter in derde positie Vervecke. Hij hangt nu op een seconde of 12 zo meteen. Het is een grote groep, een mooie wedstrijd. Nijs is opgeschoven naar positie 6. Hij heeft nu van Toerenhout als mikpunt. En hier is het verschil inderdaad een seconde of 4. Zeer geconcentreerd, Bart Welles. Het wordt mooi. Het wordt spannend. Kan deze hoge vlucht van Welles stand houden? Kan hij eens nog wat terug doen? Het wordt, zeg nu zelf, alweer een duel. Het zal er op aankomen. Het komt eraan. Het duel zal komen. Hè. Dus, het is een kwestie van Nijs wanneer hij de baan vrij gaat krijgen. Dus wanneer hij in tweede positie komt rijden, ja, dan is het echt wel aan hem. Dus het moet van hem komen. Daar zal niemand niet meewerken. De mannen van Fidea gaan wel vlot mee. En dat kan straks een belemmering vormen voor Nijs als ze het aan het wiel blijven plakken. Renat. Bart Welles keek ongerust achterom bij het overrijden van de brug. Want Nijs is op komst. Hij volgt nu op 10 seconden met de rest in zijn wiel. Nijs die de forcing voert en probeert om die kloof te verkleinen. Het stuk dat er nu gaat aankomen is toch wel redelijk belangrijk. Er is een strook, je kunt er rijden of niet rijden. Niemand heeft het nog gelapt, hè, tot hiertoe. Dus uitkijken, hè. Nijs heeft nu de baan vrij. Bart is een keer al aan het ploegen geweest. Hier. Hops. Ja, is er door, ja, is er door. Ja, ja, ja. Het komt van Welles. Hij is boven. Bijzonder knap. En nu eens even kijken wat Nijs hier doet, hè. Hij kan hier de rest kwijtspelen. Ook hij ploegt erdoor. Het zijn de beste, dames en heren. Het zijn de beste. Zo simpel is dat. Dat is het. Voilà. Dat is het. Eens even doortrekken en dan ben je er vanaf. Je kunt er 5 jaar op oefenen en er niet in slagen. Dus hetgeen dat ze doen is straffenkost. Toch een kleine correctie en daardoor Van Toerenhout toch weer aan het wiel. Ook omdat Van Toerenhout een bijter is. Hè? Ja, hoge snelheden, slappe banden en dan tot gevolg een klein slippertje in de bocht. En toch wel de revelatie van dit seizoen. Ondanks het feit dat hij er ook vorig jaar al een paar keer dichtbij was. Klaas Van Toerenhout. Groot gelijk dat hij ervan profiteert om nu zijn slag te slaan. En een goed loon te versieren bij een andere werkgever. Slechte moment, Erwin gaat in het wiel moeten zitten. Nijs gaat rijden, dus je zit met uw neus in de wind, heel de lengte. Zou wel eens het nu al begrijpen, dit hou ik niet vol.
hier tegen de wind in. Als Nijs onder stoom komt, dan kan ik het niet halen. En Nijs komt nu al op 4 seconden. Als hij slim is, gaat hij nu zo vlug mogelijk proberen te herstellen. Want hij heeft het in de benen, hè, Bart Welles. De flitsende demarrage is er. Daar kun je heel veel mee doen. Als Nijs nog eens tegen de grond gaat liggen, dan is hij weer vertrokken. Dit is adembenemend, hoor. Ja, dat is goed. Je wordt eigenlijk al aanmächtig om ernaar te kijken. Ja, Een seconde. Geen fouten maken, daar komt het nu op aan. En heeft hem te pakken. En nu? Worden er nog schouderklopjes uitgedeeld? Nee, hè. In moderne tijden. Half cross. Half cross. Kan het spel er beginnen. Amai, dat heeft niet geduurd, hè. Voor dat kleine incidentje. Slechte start. Opletten, hij gaat er weer bij liggen. Op dezelfde centimeter. Hij gaat er weer bij liggen. En weer had je een klein moment de indruk dat hij zo'n gelaten gebaar had van... Hallo jongens, daar ben ik nu mee bezig. Ja, exact op dezelfde centimeter. Hè. Het is dan ook een heel moeilijke bocht. Maar het loopt op, dat zie je. Van Tornhout gaat in de aanval. Ja, Bart heeft er een vooruit gestuurd. Dus nu de rollen een beetje omkeren en nu Bart mee in het VDA-blok aan het wiel blijven hangen. Het zou wel straf zijn dat Klaas van Tornhout wel mag wegrijden en Bart wel eens niet van Sven Nijs. Dat heeft er hier niks mee te maken. Sven Nijs blijft het tempo hoog houden. En toch nog altijd hoed af voor de werken van Sven van Tornhout. Die bengelt daar nog altijd aan. Een opspelend rug bij wel eens. Daar moet hij nog dagelijks voor in behandeling. Ja, maar dat is ook... typisch aan kokzijde, dus vraag me niet naar een verklaring, maar het is altijd hetzelfde. Het is ook de eerste keer dat ze zulke zandstrook of een zandcross voor de wielen geschoven krijgen. Altijd last van de rug. Je moet het nieuwe het wiel van Boom, is het de bedoeling om er hier wat werk van te maken om een bres te slaan? Of gewoon het tempo wat de hoogte in te jagen om de boel hier wat uit te dunnen? Ja. Ah, Groenendaal, heel slim. Ja. Heel slim. Groenendaal, de tweede van dat fameuze wereldkampioenschap van 94. Vervekke was toen als 21-jarig broekje al derde. Ja, het wordt trummen, het wordt trummen. Ja, het zand komt eraan, hè. Dus het is echt knokken voor dat plaatsje te bemachtigen. Groenendaal helemaal vooraan. Zoals hij voor de uitzending zei, hij had het parcours nog een klein beetje anders willen zien. Hè? Maar is altijd een beetje kritisch ingesteld. Renaat. Wat een machtig beeld. De Armada zoals ze aanstormen richting Duin. Groenendaal die nu het lastig krijgt. Maar hij fietst er helemaal doorheen tot om de hoek. En hij heeft nu een kloofje van een meter of vier op zijn landgenoot Boom. Wat doet Nijs? Nijs zit in vijfde positie. Wel is nu wat teruggezakt in dat groepje. In zevende positie. Arnouds achtste. Kijken nu wat er gebeurt op de plek. Dus omhuis voor Sven Nijs. Boom heeft ondertussen... het gaatje bijna dichtgelopen. Groenendaal op kop, die helling af. Het is heel mooi om te zien. Bloedstollend van hieruit. En dan de rest nu. Boom tweede positie, Vervekke derde. Van Tornhout en Nijs heel, heel goed. Maar gevaarlijk, daar bijna in aanraking met Van Tornhout. Het gaat niet zo goed met Bart Welles. Het gaat niet zo goed op dit stuk met Bart Welles. Nijs lijkt van zijn syndroom af. Zijn zandsyndroompje bergaf. Hier het drummen. Ja, dit was eigenlijk een spurt voor de laatste ronde. En we zijn... Kijk, Nijs met zijn voorwiel tegen die uitstaande pootjes van die radar. Ja. Zie je? Ja. Het is dat... Van Tornhout met zijn toekomstige ploegmaat. Helemaal aan het eind van Tornhout. Ja, nu is het groepje eigenlijk wel helemaal in twee gebroken. Grotendeels door die verraderlijke afdaling. Die dat eigenlijk door Erwin ook niet super goed werd aangesneden. Voor het grote publiek is het nog altijd een klein beetje afwachten of Fidea doorgaat met sponsoren. Maar volgende week zal er een persconferentie komen waarop de verzekeringsmaatschappij aankondigt dat ze gewoon doorgaat. En dat is maar goed ook. Oeps, en is erbij. Ja, het gaat allemaal terug bij elkaar vloeien. Heel de kudde gaat terugkomen. Met 8 man. Jan Ramsauer, ooit een grote belofte in Zwitserland. Hij wordt daar gelapt. Toch nog altijd een kleine bres. Van Tornhout moet hij dichten. Het wordt een beetje stil tussen de duinen. En dat is nu al een anderhalve ronde aan de gang. Ja, het is een strook waar het echt aangewezen is waar je vooraan moet zitten. Maar vanaf nu begint het dan toch weer... Ja, een hele lange zone waar ze allemaal kunnen terugkomen. En probleempje, dan... probleempje. Ja. Slepen van dat wiel bij Sven van Tornhout. Wilt eigenlijk van de kop af, dat is de bedoeling. Aha.
Het is doen alsof. Je kunt ook op verschillende manieren van... Comedie spelen. Ja. Die afdaling, Nijs, die het volle pond geeft. Welles die voelt dat dit een beslissend moment kan zijn. Maar hij moet oppassen. En kijk de manier waarop Welles daar Lars Boom voorbij stormde. Indrukwekkend. En Boom die blijft steken in het zand. Er is beterschap bij Bart Welles. Zo gaat dat met Welles. Hè? Twee slappe ronden en dan een fantastische ronde. Kijk, ja. Hij is aan het komen. Hij moet er nu ineens naartoe, want Nijs is niet traag aan het fietsen deze moment. Hij is aan het komen en Van Tornhout, fantastisch. Blijft aan dat wiel van Nijs plakken. Welles gaat aansluiten, maar brengt wel Boom mee. En Vervecke zegt, niet met mij, vent. Hier Van Tornhout met Groenendaal en dan Arnouts. Spannende situatie, want je kunt absoluut niet zeggen wie dat hier vandaag de koers gaat winnen. Het zal met andere woorden lastig worden voor Nijs. Het gaat blijkbaar niet met één vlammende demarrage zoals in Gaveren. Hij zal het progressief moeten doen, beetje bij beetje. Nog een paar versnellingen plaatsen en op die manier proberen te kelderen, zoals hier bijvoorbeeld. Ja, dat is ook het mooie aan het zand. Je weet echt niet wanneer dat je erdoor gaat geraken of wanneer dat je tegen de grond gaat vallen. Het is altijd maar afwachten en hopen dat het niet gaat gebeuren, dat er niemand voor u valt of dat je zelf niet echt in een benarde situatie terechtkomt. Laten we ook niet vergeten dat Van Tornhout, wat in de penari zat door die ziekte, daardoor moest hij passen in Niel. Dat was wel snel opgelost. Maar je hebt het zelf gehoord in interviews. Hij klonk nasaal. Die jongen is echt ziek geweest en voor de rest is wel eens weer vooraan. Gaan kunnen klissen bij Sunweb Pro Job, dan gaan ze daar een hele dikke vette aan hebben hoor. En Welles heeft een probleem. Ik denk dat Welles een technisch probleem heeft. Zie je? Ja, de Lus geeft zijn fiets. En nu eens even kijken of hij daar nog van herstelt. Het is natuurlijk op een zeer slecht moment. Ja, het is een heel, heel slecht moment. Hè. In principe moet je hier niet wisselen, hè? Nee, dat is echt niet aangewezen. Hier kun je perfect met één fiets heel die koers afwerken. Het is echt enkel alleen als je de tubus te plat hebt staan of te hard of een mankementje aan de fiets. Renat. Door dat defect volgt Bart Welles ineens op 14 seconden. Jammer. Echt doodjammer. Maar zoals we hem kennen gaat hij niet opgeven. Maar in tegendeel. Vervecke toch een beetje nerveus. Omkijken, waar is mijn kopman? Hier komt hij. Kijken hier wat Nijs gaat doen. Hierboven. En hij moet eraf. Van Tornhout moet eraf, maar ook hij rijdt zich vast. Ik denk dat hij me toch wel hard gaat spelen en zeggen van ik gok, ik ben een lefgozer, ik blijf zitten. De bel. Het is niet het professioneelste, dat niet. De bel. Maar wilt je hem kloppen, dat is toch uw vereiste. Dat is de zaak waardoor ja, dat je eigenlijk renner geworden bent. Van iemand proberen te kloppen op een aanneembare manier natuurlijk. 11 seconden druk. Nijs zet hem weer onder druk en gedubbelde. Ja. Uit de weg, jongens. Dat is Robert Japp, een Brit. Oei, oei, oei. Het is aan het gebeuren. Ja. Het is aan het gebeuren. Het is aan het gebeuren, Renat. Het zand van de waarheid voor Sven Nijs. We zien hem meter per meter wegrijden. Hij draait de hoek om en Klaas van Tornhout heeft een lengte of 10 te pakken. 4 seconden zijn dat. Maar daarachter volgt Vervecke op in een waanzinnige poging om het gat alsnog te dichten. Vervecke die daarnet op 9 seconden werd gemeld in de materiaalzone. Het zijn er nu 10. Kijken nu naar die afdaling. Nu. Met de benen dicht. Nijs probleemloos. Hij laveert door het zand. Hij rijdt weg. Hij gaat winnen. Het is nog ver natuurlijk in deze ronde. Van Tornhout gevaarlijk flirtend met het risico. Hij raakt er goed door. En hier dan kijken naar de wereldkampioen. De wereldkampioen, derde positie. Misschien op weg naar zijn 10e podium. Het kan. Zeg nu zelf, dames en heren, het is de schoonste sport die er is. Niks mooier dan cross. Als er duels komen, als de heren een beetje aan elkaar gewaagd zijn. Paulus wordt gedubbeld. Goh, dat hebben we nog nooit gezien. Het is straffe kost. Van Sven Nijs wordt vaak gezegd dat hij niet, niet gedubbeld onder, niet onder, nee, het is niet gedubbeld. Nee. Hij zit eigenlijk in de andere zone. Ja. Waar... Stier? Geen probleem hier nu. En is Nijs nu de eerste crosser die nog tijdens zijn carrière kan zeggen dat hij binnen is? Dat zou wel eens kunnen. Ik denk dat hij dat vanaf nu al kan verkondigen. Dus hij zal dat zeker niet doen. Maar dat is een kerel. Ja. Die heeft goed zijn boterham verdiend. En of? Boom toch weer terugkomen. Hè? Nijs won al de wereldbekercross in het Tsjechische Tabor op 27 oktober. Hier komt dus zijn tweede. Het wordt 2 op 4 zonder ongelukken. Maar dat is haast uitgesloten. Vervecke kan naar een tweede plaats. Dat zou zijn beste notering zijn tot dusver in een topcross. Vervecke heeft er wel een tweetal gewonnen al. Maar hier is de man alweer.
van deze cross. Matig begonnen, bijzonder slecht gestart, zich daar niet nerveus in gemaakt. Wel in tegendeel, gestaag naar voren gereden. Een bres van om en bij de 3,24 seconden gedicht. En dan een meesterstukje, een kabinetstukje in de slotfase. Nijs voor de sportman van het jaar. Ik heb de indruk van wel. Hij wint. Verwekke is knap tweede. Boom is derde. En een leeggereden van Tornhout is vierde. Ja. Wel een knappe cross, Klaas van Tornhout. Boom is er nog mee weg met die knappe ereplaats. En hier is Bart Welles, toch nog vijfde. Groenendaal wordt zesde. En Sven van Tornhout is zevende. Maar Sven van Tornhout heeft vandaag laten zien dat hij sneller terug op zijn plaats is dan wij vermoeden. Knappe cross. Op 31 seconden. Hier komt nu Bart Arnouts. Dat is op plaats 8. Net als vorig jaar. Ook toen 8e. En dan, zoals dat zo vaak het geval is, een enorme retour, een enorme comeback van Wieland van Gils. Die is 9e. En daar komt nu Gerben de Knecht op een 10e plaats. En Bart Welles die kiest onmiddellijk voor de camper. Ja. Allen naar gieten straks, hè. Het is ook fris, hè. Je kan hier inderdaad bezweet, maar niet te lang blijven plakken. En Dieter van Tornhout komt hier ook over de streep. Nijs voor Verwekke. Boom in Nederlander op het podium. Dan van Tornhout op 4, Welles op 5, Groenendaal op 6. Sven van Tornhout op 7, Bart Arnouts op 8. 9e Wieland van Gils en 10e Gerben de Knecht. 11e Dieter van Tornhout en 12e Thijs Al. Al geen record, maar je hebt een record. Je hebt hier 4 keer gewonnen nu, waarvan 3 keer op rij. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat is fantastisch. Het parcours waar ik echt wel van hou en waar ik de laatste jaren echt kan tonen hoe de benen zijn. En, ik rij hier gewoon altijd mijn eigen koers, mijn eigen gevoel. Eigenlijk nooit niet proberen van over uw limiet te gaan. Maar het was wel, ik was slecht vertrokken. Dat was eigenlijk niet het plan. Ik dacht goed mee te zijn en krachten te sparen. Maar ik heb toch een paar keer serieus diep moeten gaan om de kloof te dichten. En dan maakte ik 2 stuurfouten telkens in de afdaling. Heel dom eigenlijk. Een beetje te veel gewicht naar voren en ik was weg. Maar ja, ik had eigenlijk nog geen ene keer echt vol doorgetrokken naar de loopstrook toe. En de laatste ronde heb ik dat dan wel gedaan. En dan kon ik Klaas buiten spel zetten. En dan had ik nog heel veel power om helemaal tot boven te fietsen, ging erachter. En daar kon ik het verschil maken, denk ik. Dus fantastische koers gereden. Die uitschuivers, 2 keer op dezelfde plaats, raakte je dat mentaal? Dat raakt mij niet mentaal. Als je weet dat je van zo ver terugkomt, dan heb je iets in huis. En, ja, het was gewoon even domme fouten, daar, mijn eigen schuld, te veel gewicht naar voren. En, dat is iets wat we van kleins af aan geleerd hebben en toch maak je af en toe zo'n fout. Een beetje zandophoping en je wiel blokkeert en je vliegt over de kop. Maar dat hoort bij deze cross en je doet die dan ook nooit geen pijn als je hier zo valt. Dus, het is een hele mooie deze. Hoe kwam het dat je start in het zand bleef steken? Ja, ik weet het niet. Ik zat gelijk een beetje ingesloten. Je wilt niet te fel vertrekken, omdat het zat was wat wind op kop en ik zat misschien iets te veel ingesloten. En, maar dan, als je mijn koersen van de afgelopen jaren hier bekijkt, dan is er maar één oplossing en dat is niet panikeren. Je eigen koers rijden en dan is zelfs 20 seconden niet te veel om dicht te rijden. Al vond ik dat Bart uiteindelijk heel sterk terugkwam en ook hij zal een beetje gespaard hebben halfweg koers. En, het zag er misschien nog mooi uit tot hij lek reed, maar ik had zeker nog overschot om een duel aan te gaan. Een schitterend parcours in 2012, misschien het WK? Ik ben hier voorstander van. Ik wil wel pleiten voor nog eens een WK hier. Ik heb hier ooit een van mijn eerste WK's gereden. Mijn tweede, denk ik, Corva was mijn eerste. En ik heb hier nog altijd heel mooie herinneringen aan. Ik was hier toen 4e als snotneus en ik zou hier nog wel eens graag willen koersen. Is dit een parcours waarop de beste altijd wint? Ik denk dat wel. Ik denk dat dat een eerlijk parcours is. Je moet evenwicht hebben, je moet snelheid in de benen hebben, kracht, techniek. Je moet door het zand kunnen. Bergop, hier zit echt alles in. Heel erg gefeliciteerd. Dank je wel voor de vertoning, Sven Nijs. De nummer 2 staat hier ondertussen ook vlak bij ons. Hier is hij, de wereldkampioen op het podium. Zijn 10e podium hier in Kokzijde. Onverwacht of dan toch wel? Well, ik wist dat ik de laatste weken elke keer een beetje beter was. En dan de cross die me hier ja, echt heel goed ligt. 10 keer op podium, dus dat doe je ook niet zomaar. Je hebt er ook wel eens slechte dagen bij.
En ja, ik heb vandaag een heel goede wedstrijd gereden. Een paar keer tegen de grond, maar ik denk iedereen wel. Het was heel, heel zwaar. Ik denk ja, de zwaarste cross in de afgelopen 5 jaar hier. Maar ik was goed en ja, spijtig dat ik de voorlaatste ronde in het zand even vast zat. En toen was ik 100 meter kwijt en die kwam ik aan de meter kort. Dus anders had het misschien nog spannend geweest. Ja, want die laatste ronde was dat al een echte laatste vervekke ronde. Ging verschrikkelijk te keer bij die laatste passages in het zand. Ja, ik dacht in die zandstrook worden de verschillen gemaakt. Als ik daar eerst kan beginnen en krijg er goed door, dan maak je heel veel meters goed. En ja, de laatste ronde ging inderdaad terug zoals ik het een paar jaar geleden heel goed kon. En de afgelopen week was dat nog een beetje het probleem, maar vandaag ging dat wel. Tweede in Kokseide, is hiermee je mindere seizoenstart verteerd? Voorbij? Goh, ik maak daar natuurlijk niet alles mee goed, maar ja, we zijn nu ongeveer halverwege het seizoen. En het belangrijkste moet nog komen, dus ik hoop dat ik nog de een en ander kan rechtzetten. Waaraan denk je dan? Aan de kampioenschappen bijvoorbeeld. Die titels, hè, dat blijft maar door je hoofd spoken. Ja, ik weet ook, Sven Nys is misschien wel af en toe te kloppen, maar zeker in klassementen. Als hij goed is, wint hij. Als hij slecht is, is hij tweede of derde. Of misschien is vierde. Dus het is heel moeilijk om hem op dat soort crossen te kloppen. Maar op kampioenschappen, ja, dan win ik 10-15% mentale kracht bij die hij verliest. En dat maakt soms wel eens een verschil. Hartelijk dank, proficiat met je tweede plaats. Dan gaan we nog heel even voor ze aan het podium beginnen met de nummer 3. Lars Boom spreken. Lars, wat een sprintje was dat voor de tweede plaats? Ja, het was een mooie sprint. Ik kwam vierde de weg op en ja, ik zag Klaas omkijken. Ik denk, ja, die moet ik nog kunnen pakken. En, ik had nog power genoeg in de laatste ronde om, ja, om die sprint te winnen van Klaas. Alleen Erwin reed net iets erop. Je hebt zeker gedacht aan winnen? Nou ja, ik wou gewoon goed rijden vandaag, omdat het gewoon een mooie koers is. En het was een hele leuke koers om te rijden vandaag. En ik heb misschien iets te gek gedaan in het begin, maar ik denk dat ik altijd moet investeren in deze wedstrijd om gewoon altijd erin te vliegen. En daar word je steeds beter van. Bij de laatste zandpassage op de eerste duin, daar bleef je steken? Ja, ik heb iedere ronde als we daar omhoog moesten lopen, ja, altijd problemen gehad naar beneden door het zand. En dat was gewoon ja, kloot eigenlijk. Maar ja, ik ben derde, dus ik ben tevreden. Een mooie afsluiter. Ja. Hartelijk dank, proficiat Lars Boom.